Hotsa. Dat is gelijk al één. Waar is dit? Dit is in Moordrecht, bij Gouda. In Zuid-Holland. Voor als je in Moordrecht nooit van hoorde. Ik ben net weer terug. Hey Maurice. Ah ja. Waar zijn we deze morgen? Deze morgen zijn we in Moordrecht. En dat ligt, ligt bij Gouda in Zuid-Holland. Dus daar. En de bui is nog wel redelijk actief. En dat piepje dat is heel vervelend. Maar dat is mijn trigger. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wie is er live? Rick is live. Tanja. Ik weet niet of je dat hoort, maar jammer van het daglicht altijd. Ja, ja, ja. Ik denk dat de s'nachts inderdaad wel mooi was. Het was net een hele mooie, die bui kwam heel mooi op mij af. En toen was helaas, toen begon het helaas te regenen. Dus moeten we weer naar binnen trekken, maar dat maakt niet uit. Ik had een statief moeten meenemen. Dit is niet heel erg praktisch. Alles ligt nog in de auto. Ik moest even heen en weer rennen om snel nog even mijn statief thuis op te zetten. Dus ik zit nu in het raamkozijn. Hotsa, ring je mee hoor. Zet hij erop? Nee, helaas. Dus als het echt heel erg mooi, of als ik heel mooi bibber en beweeg, dan komt het door doordat ik mijn telefoon vasthoud. Wij genieten nog even van het zonnetje. Groot gelijk in. Succes ermee, we hebben een mooie plaatsjes. Ja, ik heb zeker nog wel mooie plaatsjes kunnen nemen. Maar het stond niet hier. Hier begint het ook al. Waar is hier? Of het begint hier ook al. Ik ga even wat lager zitten. Zo. Nou. Ik ga live en het gaat liggen. Goedemorgen Maurice en bedankt. Komt helemaal goed. Oh, kijk dan, dat was mooi. Zat hij? Nee, natuurlijk niet. Hotsa. Angelique, waar staan jullie? Wij staan, of tenminste, ik sta dit keer in Moordrecht. Dat ligt bij Gouda. Of aan de Rijn ook nog onweer, maar wordt nu wat minder. Ja, hier wordt het ook langzaam minder. Je merkt het al, maar af en toe zit er nog wel een mooie klap tussen hoor. Was achter de boom. De nagel geweest. De bui trekt volgens mij steeds meer noordelijker. Ik weet niet hoe actief de bui nu nog is, maar volgens mij valt het wel redelijk mee.
via de pc kijken is leuker dan het echt meemaken. Ja, dat als je niet, ik weet niet of je van onweer houdt, maar dan is het inderdaad wel leuk, hè? Ik vind het wel wat hebben, maar goed, misschien daarom dat we ook bij Blizzard Taxi zit. Het is hier bratsen. Ik heb nooit wel wat het woord. Kan er mij liggen. Ah, die zag ik nog wel een beetje. Nu ook meer. Ja, die was mooi. Het is wel jammer dat ik weer precies op mijn camera bezig was. 20 krijgt vanavond ook de volle lading, wordt voorspeld. Ja, ja, volgens mij wel. Tenminste, dat is de bedoeling. Laten we het daarop houden. Dat weet je nooit 100% zeker. Je woede gaat ook flink tekeer. Ja, dat is hier inderdaad vlakbij. Dus dat geloof ik wel. Nee, het is in de buurt. Dat was een flinke, ja dat klopt. Dat was zeker een flinke. En precies die heb ik niet op mijn camera kunnen vastleggen. Dat is wel jammer. Maar goed, we kunnen niet altijd alles hebben. Nou, die is er ook nog wel een beetje. Jennifer, waar is dit? Dit is een Moordrecht. Het ligt bij Gouda, Zuid-Holland. Rond 5 uur in het noorden flinke bui, begreep ik. Ja, het is heel erg kijken wat er gaat gebeuren. Sascha, wij zitten in Moordrecht nu. Dus dat is een paar dorpjes verderop. Zijn we nu weer in elkaar? Hier in Deventer volop zon. Oh, ja, die zagen we ook. Van het zonnetje moeten we nu nog genieten. Ja, deze bui trekt inderdaad volgens mij echt een beetje het zuidwesten van het land over. Volgens mij zou het de bedoeling zijn daarna dat hij ging liggen, maar ik weet niet wat hij aan het doen is. Het is in ieder geval wat ik heb gelezen. Hengelo schijnt nu al zon volop en flink warm al. Nou, dat is mooi, dat is beter voor de onweer dadelijk. Er zijn niet van onweer uit, dat is natuurlijk minder. Maar ik kan in ieder geval nog van het zonnetje genieten de rest van de dag. Ah, oh, die zag ik in de verte. Nou, ik denk dat de bui langzaam weer aan het wegtrekken is. Tenminste, ik zie niet heel veel meer. Vooral aan het westen zie ik nog wel wat ontladingen, maar ik kan nu helaas niet kijken. Omdat ik mijn mobiel vast heb.
Waar is dit? Dit is Moordrecht, ligt bij Gouda, Zuid-Holland. Hoe kun je zulke mooie foto's maken? En ik heb spiegelreflexen. Wow, dat is iets veel tekst. Oh, dat viel me. Sascha, we hebben laatst een video online gezet waarin we uitleggen wat we gebruiken om foto's te maken overdag voor onweer. Die zou je even kunnen bekijken. Zo, nou, die zou ik ook kunnen vetten. Ja, je ziet de vetten nog wel wat flitsen. Maar... Verder valt dat heel erg mee. Tegen eigenlijk. Nou, nu zag ik ook niet. Kleren weer. Dit boeit mij totaal niet. Nou. Ik vraag me af waarom je dit kijkt dan. Oh, kijk. Dat was in de verte. Blij dat ik nu niet werk ben. Postbezorgster. Oeh, nee. Dan snap ik inderdaad wel dat je blij bent dat je momenteel niet aan het werk bent. Het is inderdaad behoorlijk... hoe zeg je dat? Nat en onweerig. Moordrecht, Zuidplas, Nederland, Zuid-Holland. Ja, dat klopt wel een beetje. Groningen schijnt nog lekker de zon. Lekker van genieten nog weer. Gaat weer lekker. Goedemorgen. Goedemorgen, Angelique. Nou, ik denk dat we er zomaar een beetje mee stoppen. Tenzij er nou een hele mooie komt. Maar... Oh, zo. Nou, oké. Okay. We blijven nog even staan, zo te zien. Dat was al... Die zat er wel mooi op. Even kijken, waar hebben we die? Nee, natuurlijk niet. Hoeveel stroom geeft zo'n bliksem? Oeh, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Dat, volgens mij staat er wel een blogartikel ook nog over. Hoe zeg je dat? Op bliksemdetectie, maar dat zou ik niet durven zeggen uit mijn hoofd. Veel in ieder geval. Twente, heerlijk weer, zolang het duurt. Ja, zoals de buien dadelijk er komen. Dit wel echt. Meen zo. Dakraamchase. Inderdaad, Rob. Even kijken. Iemand die helpt nog. Alicia, waar is dit? Dit is Moordrecht. Bij Gouda ligt dit. Rob, pak de auto even. Nee. Ik ben net al op pad geweest en het heeft nu niet heel erg veel zin om de buiten te onderscheppen. Rond de 1 miljoen volt, zegt mij dit. Dat is behoorlijk wat volt. Je kunt toch een paar keer je Tesla mee opladen. Niet dat ik een Tesla heb, maar
zou leuk zijn. Nou, volgens mij duurt het hier nog wel even voor de buien komen. Er is een boer hier aan het stront rijden. Oh. Ik weet niet precies waar hier is, maar en ik weet ook niet wat het momenteel doet. Of de bui nog een beetje noordelijk trekt, maar volgens mij wordt het wat rustiger hier. Uurtje geleden in België, zegt Rob. Oh, dat moet ik wel eventjes kijken. Ik weet niet of dat precies hier komt, maar dan misschien nog wel de auto pakken. We gaan het zien. Het is al wel lekker door. Ik heb even mijn statief uit de auto moeten halen. Ik heb een beetje lange armen op deze manier. Heerenveen. Ah, ja. Daar is nog wel lekker zonnig, volgens mij. Even denken, wat vroeg je ook zo weer verder? Oh ja, het duurde maar even. Ja, dat denk ik ook hoor. Even wat ik nog moet zeggen. Nou, gezien het nu niet meer zo spectaculair is. Af en toe misschien een klapje, maar het valt een beetje tegen. Denk ik dat we hiermee even kunnen stoppen. En dan hoop ik vanmiddag vanuit het oosten nog even te kunnen livestreamen. Mocht dat zo zijn, dan zien jullie dat snel genoeg. Wat wees op pagina. Oké, okay, ja. In het oosten komt de middag dikke onweer. Zijn er voorspellingen? Ja, dat zijn de voorspellingen inderdaad. Ik hoop dat het nog steeds zo is, want dan ga ik graag heen. Code geel voor spillissen. Ja, dat is voor vanmiddag allemaal, dus ik denk dat het wel meevalt. We gaan het zien. Hier in Friesland nog helemaal niks. Waar is dit? Dit is in Mordrecht, bij Gouda. In ieder geval, ik zet de livestream weer uit. Het is niet heel erg bijzonder meer. En vanmiddag moeten er toch wel een mooie buien zijn. Dus dat gaan we vanmiddag zien. Joep!